Pioniervaart is aan vervanging toe. Op deze locatie gaan we een nieuw zwembad, sporthal en gemeenschapshuis bouwen. Van de Pioniervaart wordt veel gebruik gemaakt. We willen heel graag weten van die verenigingen, van de gebruikers, van de inwoners, wat hun wensen zijn ten aanzien van een nieuw complex. Synargis gaat dat onderzoeken voor ons. En wie is Synargis? Mijn naam is Martijn van Ulstein. Ik werk bij Synargis, adviesbureau. Ik werk al 25 jaar in de sport. We zijn als bureau gevraagd door de gemeente Moerdijk om een onderzoek te doen naar de Pioniervaart. De Pioniervaart moet vervangen worden. We hebben al veel verenigingen gesproken om hun wensen, behoeften tot ons te nemen. Dat zijn verenigingen die veel gebruik maken van de Pioniervaart. Maar we zijn ook op zoek naar de andere verenigingen die soms maar één keer per jaar gebruik maken van het complex. Soms een aantal keer per jaar. Ook die input is van belang voor het onderzoek. Dus als jullie die input aan ons door kunnen geven of aan de gemeente, dan zouden we daar heel erg blij mee zijn en kunnen we dat meenemen in het onderzoek. Doe mee is het motto van dit filmpje. En als je achter ons kijkt, dan zie je dames aan het sporten in deze mooie accommodatie. Accommodatie voor jong en voor oud. Dat doen we samen en dat willen we graag samen blijven doen. We gaan een nieuwe Pioniervaart ontwikkelen, ik moet zeggen een nieuwe sportaccommodatie ontwikkelen. En we hebben uw hulp daarbij nodig. We gaan een informatieavond houden en we nodigen u van harte uit om daarbij aanwezig te zijn. Denk mee, doe mee en help mee om een mooie sporthal te krijgen voor Klundert.